Een hele goede morgen. 8:30 ochtends, 19 april alweer op deze mooie zaterdagochtend. Lekker zonnig. Het lijkt alsof we op de markt staan, maar nee. We staan voor de Velvet hier in Leiden. Het is namelijk International Record Store Day. En ja, in Leiden wordt er ook bij aan meegedaan door maar liefst 3 winkels. 86 winkels in totaal in Nederland doen hier aan mee. 9 uur gaat het open en dan heb je allemaal kleine optredens, wat speciale plaatjes die uit zijn gekomen voor vandaag. En hier heb je natuurlijk de echte verzamelaars voor de deur staan. Zometeen krijg je eigenlijk een beetje een hele sfeerimpressie van vandaag. Inmiddels hebben wij alvast de eer gekregen om bij Velvet binnen te staan. We staan naast Mark. Mark, hoe druk verwacht je het vandaag? Heel erg druk. Ja, als je nu al naar buiten kijkt, kun je zien dat het de kwartier voor aanvang al behoorlijk gevuld is. Ja, ik denk, wat staat er? Mannetje of 40, als het zo het hoekje nog even door omgaat? Weer, denk ik, ja. En welke platen verwacht je dat vandaag echt ontzettend hard zullen gaan? Dat zullen vooral de platen zijn waar er maar heel weinig van zijn. Dat is Dan & Auburn, Bonobo, The Doors. Die zullen meteen op zijn, het eerste uur. Ik weet het nog niet zo goed. Elk jaar kan ik het wel zeggen, maar dit jaar is er zo ontzettend veel in zo'n grote brede verscheidenheid dat ik het niet zo goed kan zeggen. En zullen we even afwachten. En heb je ook vanmiddag nog allemaal artiesten hier staan? Naar wie kijk jij het meest uit? Waar ik erg benieuwd naar ben is Mark Lotterman en Kapok. Oké, dus de eerste 2 uur direct? Meteen de eerste 2 uur, ja. De rest heb ik al wel eens gezien of verwacht ik er wel wat van, maar weet ik wat ik ongeveer kan verwachten. Die twee vind ik wel spannend. Het is waar wat hij zei. Mijn cameraman, ik ben hem direct kwijt als de winkel open is. Hij staat daar in die gigantische rij plaatjes uit te zoeken en te kiezen en dat soort dingen. Ik hoop dat hij snel klaar is. Ik wil eigenlijk wel beeldmateriaal gaan doen. Dat is ook weer zo wat zo. Inmiddels even mijn cameraman ingewisseld voor iemand anders. Mijn cameraman die staat nog ergens achter in plaatjes te kopen, maakt niet uit. Jongens, jullie waren er als eerste. Wat hebben jullie gekocht? London Grammar, Regina Spektor en Kylie Minogue. Oké, en jij? We hebben samen gekocht. Oh, het is samen gekocht inderdaad. En dit is ook waar je naar op zoek was? Of, Ja, we hebben alles gevonden waar we naar op zoek waren, dus dat is mooi. Nou, dan zou ik zeggen, jongens, heel veel plezier ervan. Dankjewel. Net het optreden van Kapok hier op Records Today in de Velvet achter de rug. Jongens, hoe ging het? Goed, dat was leuk. Ja, het was hectisch. We kwamen helemaal niet die markt hier op met de auto en we moesten allemaal chips dragen. En toen net op tijd begonnen. Ja, maar het hoort er wel een beetje bij toch als je in de winkel staat. Lekker een beetje huiskamergevoeletje, alles erop en eraan. Hoe is Records Store Day tot nu toe voor jullie? Dit was onze eerste, dus, maar het is super leuk hier. Dat is zo. En waar gaan jullie zo meteen nog heen? We gaan naar Record Friends in Amsterdam. Amsterdam nog helemaal? Nou, op zich. Ik hoop dat het verkeer daar wat vriendelijker is voor jullie. Zijn jullie binnenkort weer in Leiden? Ik denk 6 juni. In de
is hier een festival. Nee, het is niet hier, maar dat is... Dat is dan in de Stadsgehoorzaal, ja, dat klopt inderdaad. Nou, daar zijn wij ook bij dan. Misschien tot dan. Leuk. Ja, tot dan. Fijne dag nog in ieder geval. Ja, dankjewel. Jerk off in the shower to relieve some tension as I try to remember why I got out of bed. I've set the alarm, so there must have been something for me to do in this crazy world. Do I have a job or a friend to visit or a Skype appointment with a pregnant girl? Inmiddels zijn we gearriveerd in Plato, Leiden. Ik denk dat hij vanochtend om 9 uur ook vol was voor de deur, voordat het open ging. Klopt dat? Ja, er stond een mannetje van 12, 15 voor de deur. Een beetje eigenlijk weer terug naar de jaren 70, 80, toen Rolling Stones bijvoorbeeld een nieuwe plaat uit hadden en iedereen wilde hem hebben, dan stonden ze allemaal voor de deur. Een beetje dat idee, ja. Het is niet zo erg als laatst met Pinkpop. Dat was ook de Stones natuurlijk. Maar... Ja. Nou ja, dat... Leuk een beetje te herleven, zeg maar. Verwacht je nog dat het zometeen weer drukker gaat worden met de live optredens die je hebt? Zeker weten. We hebben erg leuke bands vandaag. Zoals? James and Black, Soul uit Amerika. Rico van Opgezwollen, maar dan nu met een reggae plaatje. My Baby uit Amsterdam, een beetje voodoo blues. Mm-hmm. En als laatste de Vagary, een nieuwe indie band uit Amsterdam. Think that I'm making and they want me to tone. Nou, dan sta je op Record Store Day in de Velvet en dan loop je ineens een Raymond Beefsteen tegen het lijf. Hoe is het, jongen? Ja, goed, goed. Zeker op zo'n dag als vandaag. Ja, het zonnetje schijnt en dan allemaal plaatjes, allemaal bandjes overal. Ben je nog specifiek naar iets op zoek? Nee, ik ben gewoon lekker aan het neuzen. Ik had eigenlijk eerder willen beginnen vandaag, maar ik was gisteren bij Justin Timberlake. Ah. Dus ja, dan, ik was 2:30 pas thuis, een beetje bijslapen. Hoe was Justin Timberlake trouwens? Want ik ga de 28ste. Ja, dan heb je wat moois in het verschiet liggen. Heel... Niet te veel verklappen, dan zien we dat zo meteen nog wel. Kom je ook nog een band opzoeken of niet specifiek? Nee, ik laat me gewoon verrassen. Gewoon lekker kijken, lekker neuzen. Dan kom je de mooiste dingen tegen. Nou, dat is zeker waar. Hey, nou ja, bedankt voor het korte woordje en wie weet tot snel. Yes, man. Tot zo. Record Store Day nog steeds hier in de Velvet. En inmiddels sta ik naast Thijs van Baskerville. Hoe is Record Store Day tot nu toe voor jullie? Ja, goed. We moeten een beetje haasten natuurlijk. Want het is allemaal een klein opbouwen en dan heel snel met zoeletjes. En wij zijn natuurlijk ben veel elektronica, dus dat is nog wel lastig. Maar ik vond het leuke eerste in Leiden. En we gaan nu naar Gouda. Gouda? Ja. Over hoe lang moet je er zijn? 2:15 moeten we volgens mij er zijn. Oké, het is nu 2:15 geweest. Makkelijk redden. Gaan we makkelijk redden. Nee joh, komt helemaal goed. Even blazen. Staan jullie binnenkort nog ergens op een groot podium? Ja, zeker. Ik weet niet wanneer dit filmpje wordt uitgezonden, maar... Maandag. Maandag, ja. Daar hebben we dan zondag op Paaspop gestaan. Er komen nog wel wat meer festivals. Zitten er allemaal in de planning, maar dan moet je eigenlijk gewoon even op ons Facebook kijken. Dat is het handigst. Oké, nou goed. Like even de pagina. Yes. Hey, bedankt. Alsjeblieft. Bye. We wonder what we're living for as we clean the crap from the bathroom floor. We're different soldiers in the same war. We wonder what we're living for. We wonder what we're living for as we clean the crap from the bathroom floor, from the hail and rain to the weeping pole. We wonder what you're living for. We wonder what I'm living for. As we clean the craft from the bathroom floor with different... Nou,
dan sta je in de Plato en dan loop je zomaar Julian de Reus tegen het lijf. Hoe is dat, jongen? Ja, gaat lekker. Ja, mooi. Wat heb je allemaal gekocht? Nou, ik heb een aantal plaatjes van Elvis. Nog een Elvis. Little Richard. Everly Brothers. En Jerry Lee Lewis. Maar 1 euro, 2 euro, dus... Gouden platen dus eigenlijk, maar ook iets nieuws op het oog of niet? Nou ja, ik kom nou eigenlijk net binnen stappen en ik zie een vriend van mij daar staan. Dus ik dacht van nou, ik ga even daar kijken en hij stond toevallig bij die plaatjes. Dus ik ga zo meteen deze hoek helemaal ontdekken en kom ik vast wel met nog meer leuke dingen. Nou, je bent nog wel even zoet dus in ieder geval. Ja, ik kom net binnen dus... Nou, zou ik zeggen, veel plezier, jongen. Ja, dankjewel.